Als je van kippen houdt, moet je naar het Pluimveemuseum. Dan gaat hij 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yvette en Lisa proberen te ontsnappen uit een escape room. 5, 4, 3. Ik doe hem hier. Maar jongens, jij moet het doen, want ik kan het gewoon niet zien. En Niels en zijn dochters slapen in een roze pipowagen. Nou kijk, hier gaan jullie slapen vannacht. Wow. Die is mooi, hè? Lekker zonnetje voor de allerlaatste fietstocht van Groeten uit Gelderland van dit seizoen. En het wordt een beetje feestelijk, tenminste dat hoop ik. Want ik ga eerst naar een molen, die zit hier vlakbij. Ik ben in Malm, net boven Eibergen. En dan ga ik lekker een bodempje leggen in Groenlo, want vanmiddag ga ik lekker wijn drinken. Wijn uit de Achterhoek. Ik ben bij Malm, dat is net boven Eibergen. Dat is een hele oude molen, vind ik toch altijd leuk, oude molens. En dan fiets ik, ik denk een beetje om Eibergen heen, zo naar Hupsel en naar Avest en zo een beetje naar Groenlo. Daar ga ik dus het bodempje leggen voor de wijn. En dan lekker naar het zuiden. Er liggen een paar wijngebieden vlak bij elkaar, dus ik hoef niet zo ver te fietsen. Ik kan gewoon lekker een beetje uitrusten van het zware voorjaar en een lekker glas drinken. Is dat niet gezellig? Het gebied van de Marke Malm. Dan moet ik hem wezen. Malmse molen. Goedemorgen. Hoi. Bent u de molenaar? Ja. Dat komt mooi uit. Ik wil net een molen aanzetten. Oh, oké. Okay. En dan kom ik op een goed moment. Even kijken dan. De molen wordt in beweging gebracht met water. Ik trek deze schuif omhoog. Oh, dan gaat het... Oh, ja. Kan ik helpen? Nou, druk hem uit. Hola. Kijk. Nou, het is een vrij snelle reactie van het rad. Ja, het kind kan de was doen. En het blijft openstaan nu? Ja, hij blijft vanzelf openstaan. De waterdruk je houdt hem wel vast. Oké, dat gaat meteen hard ook, hè? Jawel, hoe hoger je het dus zich omhoog haalt, hoe meer kracht je ontwikkelt door de waterdruk, gaat hij harder lopen en dan kunnen we meer doen. En dan kunnen we gaan malen. Jullie malen nog? Ja. Het begint hier meteen te draaien. Nou, voor mij kunnen we malen. Goede kleren veranderen. Dat bedoel ik. Ik ben erop gekleed. Ja. Hier in de buurt wel, ja. Het is heel kleinschalig. Ja, maar het is wel gezellig. Allemaal, alleen zaterdagsmiddags. Hij stelt nou de bovenste molensteen stelt hij af voor de fijnheid van het meel. Hij voelt nou hoe de kwaliteit is. Ja. Of het fijn genoeg is. Want als je pannenkoek eet, wil je geen halve korrels drinken. In 1188 is er al sprake van een molen in de buurt. Oh. In 1424 is al de molen genoemd. Dit is toch een hele mooie fijne meel? Ja, daar kun je pannenkoeken van bakken. Brood. Hoeveel zullen we doen? Pond, kilo, 2 kilo, nog meer? Ja, doe maar een kilo. Mag er een beetje meer zijn? Ja, dat geluk heb ik graag. Nou, mooi. Een leuke verrassing aan het begin van de dag. Ik moet me zo dichtvouwen dat er niks meer uit kan vallen. Oh, maar je hebt het wel vaker gedaan, dat zie ik al, ja. Kijk. Alsjeblieft. Dank u zeer. Eerst smakelijk. Goeie reis verder. Ik ga richting Grollen, geloof ik. Nou, oh, dat is een mooi weggetje. Mooi hoor. Hi, ik ben Yvette. Ik hou van lezen, schrijven, toneelspelen, maar vooral van hele leuke dingen doen samen met mijn dochter. Hoi, ik ben Lisa, ik ben 23 jaar. Ik hou van zingen, van reizen, van shoppen. Maar het leukste vind ik nog leuke dingen doen met mijn moeder. Yvette, je hebt je man meegenomen en Lisa je vriendin. Ja. Want we gaan vanmiddag iets heel bijzonders doen met z'n vieren. We gaan vanmiddag de escape room in. Oeh! Dat is cool. Wow. Nou, welkom hier. Ik ben Boy van SOS Events. Hoi. Hoi. Hallo. Jullie gaan zo meteen een escape room doen. Maar voordat jullie dat gaan doen, ga ik jullie eerst even een goede warming-up laten doen. Door middel van bumperballen.
Je trekt hem over je hoofd heen aan, vervolgens zit je in de bal en is de bedoeling dat je een potje gaat voetballen tegen elkaar. Ja, daar gaat hij. 1, 2, 3. Nou, het voelt wel beschermd, zal ik het maar noemen. Even laten zakken, 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 zakken. En jij bent er klaar voor. Nou, 3, 2, 1, start u maar. Ja, doelpunt. Ik ben begeleider bij SOS Events. Vrijgezellenfeestjes begeleiden, bedrijfsfeestjes begeleiden. Maar voornamelijk hier op dit terrein groepen een leuke dag bezorgen. Zo, hoe was dat? Vermoeiend. Nou, dat is een warming up. Of niet? Goed warm up, ja. Super grappig, maar wel een beetje vermoeiend. Zoals jullie zien staan er een aantal wasmachines. De bedoeling is dat je een van deze balletjes vanaf achter de palen in de trommels kunt schieten. Mm-hmm. Is dat met de voet of? Dat is met de voet. Wasmachine, schieten. Oh shit! Oh. Oh, bijna! Ja, ik ging goed naar achteren op zich. Wellicht hebben jullie meer verstand van wassen. Oh. Ja. En dan moeten we nu serieus op antwoorden? Mijn naam is Kees Kostiaansen. Ik ben 76 jaar. Voor privé houd ik kippen. Dit is de sabelpoot. En als hij dan loopt, kijk, dan beweegt dat net als een sabel. En voor dit ras heb ik eigenlijk gekozen. Van kleins af aan woonden wij op een boerderij. En er was eens een keer een knechtje. Ben zo bezig met kippen, zei hij. Ik heb een leuk kipje voor jou. En toen kwam hij dan met een sabelpoot haantje en hennetje. En daar ben ik mee verder gaan fokken. En nou ja, goed, nou heb ik zelf de ruimte. En ben ik weer teruggekomen op hetzelfde ras waar ik als kind mee begonnen ben. Zijn er wel eens momenten op een dag, Kees, dat je even gewoon langs je kippen loopt en er gewoon even naar kijkt? Zondags, dan zitten we meest binnen. En dan moet ik toch af en toe even eruit, eventjes er langs lopen. En ik doe er verder niks aan. Maar ik loop er even langs. De kippen geven jou rust? Ja. Ja, dat kun je zo wel zeggen. Ze zijn afhankelijk van jou. En nou ja, je probeert het zo goed mogelijk te doen. Ja, het is dan, als ik een tijdje naar binnen gezeten heb, dan, ik weet niet, dan kriebelt het en dan loop ik even op. Nou, de laatste 3 dagen zitten de eieren hierin. Kijk, hier staan nog eieren, die moeten allemaal nog uitkomen. De laatste 3 dagen. Kees, je bent vrijwilliger bij het Pluimveemuseum. Hoe lang doe je dat al? Dat doe ik nu 16 jaar. Toen dit geopend is, 1999, ben ik hier begonnen. En waarom doe je dit werk? Nou, ik was met pensioen. En ik dacht, ja, wat kan ik beter doen dan hier? Dit blijft mijn werkterrein. Ik gaf altijd les in pluimvee en varkens. En nu kom ik hier de mensen toch nog van pluimvee iets vertellen. Dus de eerste dag, dan kun je in zijn poepgaatje kijken, de kloaken kun je kijken, dat kun je openmaken. En als je dan 3 bolletjes ziet, is het een haantje. En plat is het een hennetje. Het is leuk om mensen wat van kippen te vertellen. Je staat er soms verbaasd van hoe weinig mensen weten van waar het ei precies vandaan komt en hoe dat gaat met kippen. Niels gaat samen met zijn dochter slapen in Dromenland Jan Klaassen, in Braamt. Goedemorgen. Hi. Nou meiden, geef mij je tas maar. Mooi. Zo, die is zwaar. Leg die in onze Jan Klaassen Dromenland mobiel. En dan brengen we jullie bagage en gaan we kijken waar we kunnen gaan slapen. Jan Klaassen, Jan Klaassen, Jan Klaassen en Katrijn. Die twee zijn altijd vrolijk zolang ze samen zijn. Jan Klaassen, Jan Klaassen, Jan Klaassen en Katrijn.
Nou kijk, hier gaan jullie slapen vannacht. Die is mooi, hè? Nou, hier zijn we op de camping, Jan Klaassen Dromenland. Ontstaan vanuit het land van Jan Klaassen, het pretpark. Pretpark is natuurlijk voor kinderen tot 8. En het unieke ook, vind ik, is de accommodaties. Dus slapen in een helikopter, slapen in een brandweerauto, slapen in een piratenboot, in een pipowagen, in een prinsessentent. Ja, en wie weet nog wel andere dingen. We hebben natuurlijk de helikopter. Helemaal mooi met een VR-bril en een soort simulatieprogramma dat je ook zelf kan besturen in de cockpit. En op die manier zit je in de helikopter en dan met je bril op lijkt net of je echt aan het vliegen bent. Ah, fantastisch. Nou, dit is de Oculus Rift en die ga ik nu in mijn hoofd zetten. Nu ik de Oculus Rift op heb, heb ik echt het gevoel alsof ik in een helikopter ben. Dus ik kan naar rechts en ik kan naar links kijken. Dan gaan we nu naar links draaien. En ik kan naar rechts draaien. Nou, hoe dit voelt is echt een hele bijzondere beleving. Je hebt echt het gevoel alsof je in een andere wereld bent op het moment dat je er zelf die bril opzet. Je kan de knuppel helemaal volledig besturen. En dat maakt het heel erg gaaf. Dankjewel, super. Dank. Ja, de hele dag een beetje rondlopen op zo'n park, spelen, daar krijg je behoorlijke trek van. En gelukkig kan je hier zo'n beetje alles krijgen aan eten. Salades, frietjes, pannenkoeken. Dus eet smakelijk, jongens. We hebben de piratenboot, brandweerauto's, yurts, pipowagens. Maar ja, mijn droom is toch nog wel om een mooie trein. Een treincoupé waar mensen daarin kunnen slapen. Dat we een stationnetje nabouwen. En ja, dat lijkt me nog wel echt een mooie droom. Jongens, jullie hebben lekker gedoucht. Het is tijd om naar bed te gaan, oké? Okay? De iPad maar weg. Ga je daar slapen, Anne? Welterusten, joh. De volgende dag gaan de kinderen spelen op een hele leuke plek. Ik zag het gelijk, want ik ken Jeroen, want ik kijk altijd naar het programma. Nou, dat doet me deugd. Nee, we zitten altijd aan. S'avonds op bed, lekker. Ja, ben je s'avonds op bed te kijken? Ja, ik volg jullie altijd. Het is heel erg jammer dat heel veel mensen helemaal niet weten hoe mooi daar Nederland is. Ja. En vooral de Achterhoek, want de Achterhoek is een prachtige streek. Ja, als jullie zo vaak komen dan ook. Ja, wij komen hier altijd. Dit is al het zesde seizoen. Gelselaar, dat is heel mooi daar. Ja, het zijn plekjes waar ik er ook wel langs gekroost ben op het blauwe beestje. Ja, je bent met die fiets overal aan geweest. Ja, maar daarom is dat nu even de laatste aflevering vandaag voor dit seizoen. Dus ik ga nu op weg naar Groenlo. Leuk je ons moeten hebben. Precies, hè? Jullie ook. Ja. En succes met het programma. Hè? Ja, dat gaan ze nog even nodig hebben. Nou, tot ziens. Tot ziens. Ja. Dag. Een salade met saus. Ja, lekker. Kijk eens aan. Hans Piet. Dat gaat wel lukken, denk ik. Smaak. Dat is ja. Dankjewel. De ogen waren al begonnen. Daar is hij. Dag Clemens. Hallo. Hi, ik ben Bas. Hallo Bas. Hoe lang is die wijngaard hier al? Dit is nu het 13e jaar voor ons. Oh, dan ben je een van de pioniers of zo? Ben je... Ja, nou er waren een paar die waren 1 of 2 jaar eerder dan wij. Maar hoor wel bij de beginnelingen die hier in de Achterhoek zijn begonnen met wijnbouw. En? Goed gegaan? Of, Ja, nou ja, als het niet goed was gegaan, dan waren we al wel gestopt in al die jaren. Hè? Ja? Dus nee, dat gaat nog steeds goed. Alleen het is een boerwerk, het is heel veel handwerk. En, was je al boer? Of, Ik had vroeger een rundveehouderij en een varkenshouderij. En ik werd allergisch voor de stallucht bij de varkens. Mijn luchtwegen die vernauwden door de ammoniaklucht. Dat ging op een gegeven moment niet meer. En, dan ben ik op zoek gegaan naar iets anders. Hoeveel hectare is dit? Dus we hebben nu nog 3 hectare met 7 verschillende druivensoorten. Het voorjaar was heel spannend met nachtvorst.
Maar dat is allemaal goed gegaan. Er zijn allemaal mooie trossen aan, zoals je kan zien. Mooie, schattige trossjes, hè? Maar hetzelfde geld was alles afgevroren. En hadden we niks gehad. Dus op een paar nachten heel erg spannend geweest. Daar slaap je niet beter van. Nee, ik kan me voorstellen. Want in een paar uur kan je hele oogst compleet weg zijn. En zit je dan echt 's nachts zo op de thermometer te kijken of op de wekker? Ik heb zo'n weerstation met alarm erop. En als die afgaat, dan word je niet vrolijk van. Nee? Dan is het 0 graden. En dan ze kunnen ongeveer 1 graad nachtvorst hebben. Dus dan heb je nog 1 graad speling. Dus dat is altijd wel spannend. Skik. Ja, Skik is een rosé gemaakt van 3 blauwe druivensoorten. Moet je maar eens proeven. Hij heeft een klein beetje koolzuur gekregen. Kijk, je ziet de bubbeltjes in het glas. Ja, dit is wel prachtige mooie kleur ook. Dit heeft een beetje de geur van framboos en aardbei. En die komt in de smaak komt ook heel mooi terug, vind ik zelf. Het is een heel erg lekker rosé. Ja, en op een dag als vandaag. Dan is het een verraderlijk rozeetje. Ja, dan is die fles zo leeg. Ja. Maar het is wel 12,5% alcohol. Dus of je dan nog fietsen kan, dat weet ik niet. Nou, op je gezondheid. Proost. Dankjewel. Dankjewel. Met 1 glaasje rosé op kun je toch nog wel fietsen, Bas? Op naar de volgende wijngaard. Nou, we hebben nog 1 oefening voor jullie. Dat is het kratstapelen. De bedoeling is om een zo hoog mogelijke toren van kratten te maken. Ja, één om één. Probeer tegen het katje achter je. Goed zeggen, hè? Ik wil. Doei. Jongens. Hey. Zit daar. Ik wil ook mee. Doei. Je stond even op eenzame hoogte. Ja, nou, ik ken die hoogte wel, hoor. Ik sta eigenlijk altijd aan de top, hè? Ja. Nou, dit is de escape room. Ik ga jullie opsluiten in een kamer en jullie gaan opdrachten uitvoeren om eruit te kunnen ontsnappen. Welkom in de loods, waar Freddy Heineken in 1983 met zijn chauffeur wekenlang opgesloten zat. Aan jullie de opdracht om binnen 30 minuten te ontsnappen. Ik kan niet lezen, dus je moet even hardop zeggen. Dus 5-3-3. 5-3-3. Ik doe hem hier. Maar jongens, jij moet even doen, want ik kan het gewoon niet zien. Nooit geen ruzies tussen de mensen? Dat komt nog wel eens voor, maar daar hebben we onze manieren voor om dat op te lossen. Ja, worden mensen wel eens boos omdat dat dingen... Die worden zeker boos op elkaar om dingen die er gaan gebeuren of die er gebeurd zijn. Ja, kan je eens een voorbeeld geven? Nou, op het moment dat iemand denkt dat hij niet het recht van spreken krijgt van zijn collega's... En dat dan op zo'n dag tot uiting komt dat hij een goed idee had, maar dat iemand er anders overheen buldert. En daar kunnen wij dan op inspelen. En kijken of we de sfeer binnen het team weer goed kunnen krijgen. Ja, we hadden het wel in de gaten. Kom maar, we kunnen eruit! Yeah. We hebben het gered. We zijn ontsnapt. Je vindt, als je de volgende keer weer gaat ontsnappen, neem dan je leesbril mee. Ja, dat is echt zo, maar dat was echt nodig. Ja. Ik kon gewoon heel veel van die dingen niet lezen. Het was goed dat ze hun erbij dat waren. Dat wij erbij waren, inderdaad. Ja. Dus dat is wel handig dat je misschien ook leesbrilletjes op voorraad hebt of zo. Ja. In zo'n escape room. Maar je hoort gewoon oud, man. Zou niet overhoren. Wat voor werkzaamheden doe je allemaal hier? Dat is het leuke van dit museum, dat je eigenlijk iets kunt doen waar je aardigheid in hebt. Ik leid hier mensen rond, ik vertel ze dus van alles over de pluimveehouderij en over kippen. En ik doe veilingjes spelen. Dan gaat hij 9, 8, 7, 6, 5, 4, keurig. Jullie zijn allemaal kippenliefhebbers en dat ben ik ook. Want toen ik 11 jaar was, had ik ook kippen. En toen ben ik met mijn kip op tv geweest. Echt leuk. Leuk. Ik heb hier 2 kippen. Deze kip heet kip. En deze kip heet ook kip. En deze kip kan ook iets. Ik kan deze kip hypnotiseren. Wat moet je nu doen? Je drukt hier op het bord.
heel langzaam en hard drukken. Niet te hard, want dan valt hij. Hier drukken en hier. En dan blijft hij liggen. Net zo lang dat hij het zat wordt. En wat vonden jullie ervan? Ik vond het leuk. Leuk. Ja? Doen jullie dat ook wel eens met je kippen? Nee. Nou, ga je dat thuis proberen straks? Misschien wel, ja. Lijkt me best leuk. Ja. Ja, allemaal achter dat gaan. Oh, joh, kijk aan. Laatst was ik aan het uitleggen over schouwen. Schouwen, dat is een bevrucht ei. Bekijken of het werkelijk bevrucht is, of er een kuiken ingroeit, ja of nee. Ik legde dat uit, er stond een meisje bij van een jaar of zes. En ik was klaar en toen zegt ze, maar meneer, als het kuiken in dat ei groeit, wordt het ei dan ook groter? Kind van 6 jaar had erover nagedacht. Prachtig. Ik zeg, nee, dat gebeurt allemaal in dat ei. Toen zegt ze, zit dat kuiken er dan helemaal ingefrommeld? Mooie, bijzondere vragen. Dat is heel bijzonder, ja. Ik krijg nou nog kippenvel van als ik eraan denk, maar dat was heel leuk. Ja, wat doet dat met je dan als je zo'n soort vragen al krijgt? Daar leef ik helemaal van op. Ja, je mag hem aaien. Schatje. Ja, een schatje. Een haan is een schatje. Eerst een broodje eten, bak ik daarna een lekker pannenkoekje. Ik heb heerlijk geslapen. Wat gaan we nou doen, joh? We gaan nu naar het pretpark. Naast de camping ligt het pretpark Het Land van Jan Klaas. En als je op de camping logeert, mag je daar gratis spelen. Nou, persoonlijk vond ik het niet zo leuk, maar mijn zusje vindt het heel erg leuk, dus goed genoeg voor mij. Dit vond ik echt helemaal perfect. Het is leuk voor iedereen. Of je nou houdt van snel gaan of van langzamer gaan. Voor cijfer geef ik echt een hele dikke 10. We zijn van origine poppenspelers. En in 1995 zijn we van Doetinchem naar Braamt verhuisd. En hier zitten we nu 20 jaar. Dus eigenlijk een jubileumjaar. Ik vind het heel leuk. En de glijbaan vind ik ook heel leuk. En het ijsje. Wat ik mooi vind is natuurlijk dat kinderen gewoon lekker blijven spelen in hun eigen fantasie. En qua groei. Iedereen heeft altijd over meer en groter. Ik vind het wel goed. Gewoon tevreden. Hi. Hey Bas, hallo. 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 Ik denk, van harte hier... welkom. Ja, ik zet hem hier maar neer. Mooie oude fiets. Het ja, mooi hè? Ja. Beste mensen, welkom allemaal hier bij een boerderij Schepershof. Nou, u zult zich misschien wel afvragen, wijn in Nederland, is dat überhaupt mogelijk? Tegenwoordig wel. En de belangrijkste reden daarvan is dat er sinds een jaar of 10, 15 aantal nieuwe druivenrassen op de markt zijn. Druiven, in Duitsland gekweekt op het Wijnbouwinstituut, ontstaan uit kruisingen van oude bestaande rassen. En die nieuwe rassen passen wat beter bij ons klimaat. 2006 zijn wij hier begonnen met de aanleg van de wijngaard. We zijn inmiddels zo'n 10 jaar bezig. 2200 druiven, stokken hebben we hier staan, verschillende soorten druiven. We vinden zelf dat we hele lekkere wijnen maken, maar
Dan ben je niet heel onafhankelijk. Dus dat oordeel laten we ook graag over aan finologen. Daar hebben we in de loop der jaren ook al een aantal prijzen gewonnen. Mooiste prijs voor onze Solariswijn. Dat is de druif die hier links achter u groeit. Dat is een witte druif. 2011 uitverkozen tot allerbeste Nederlandse witte wijn. En bekroond met een gouden medaille. Zij wil graag proeven. Ja, dat kan. Dat kan. Ja, ik zou zeggen... Hey, ja. Maar dat proeft het voor jou. Ja. Dat proeft voor mij, ja. Ik dacht, dat durf je niet te vragen. Het ziet er aan lokken. Onze wijn, als u daar binnenloopt, nog wat andere streken. Ik zie altijd van die mooie rozen bij wijngaarden. Ja. Zit daar een idee achter? Tegenwoordig staan ze daar voor de sier. Maar er is een tijd geweest dat boeren allerlei hulpmiddelen uit de natuur hadden bij het signaleren van bepaalde ziektes. Oh. En zo was voor de wijnboer was een roos een hulpmiddel bij het signaleren van meeldauw. Waar heb je dat allemaal geleerd? Je bent van hier? Ik ben van hier, ja. Dus ja, ik zie hier daar nog koeien lopen en zeg maar, ja, een traditioneel Achterhoeks landschap. Ja. En hier waaien je een beetje toch, ja, Frankrijk, Italië, Duitsland, misschien Oostenrijk, allemaal wijnlanden. Ja, je waant je hier, maar zo mooi is de Achterhoek gewoon. Ja. Zeker. Ja. Maar waar heb jij dan die kennis vandaan gehad van de roosjes of van hoe je druiven moet krenten? Dat hebben we geleerd op een cursus wijnbouw die we gehad hebben. Waarom ga je dan een cursus wijnbouw volgen? Ja, omdat we lekker buiten willen zijn, een beetje groene vingers hadden. En wij vinden dat we een prachtig plek hier hebben. Ja, wat is er nou mooier, ja, dat je andere mensen daarvan mee kunt laten genieten? Meisjes. Hallo, we moeten een bodem. Jullie zitten aan de koffie. We moeten een bodem. We moeten iets eerst de koffie, dan gaan we wijn drinken. We moeten hem in bodem. Ja? Ik vind het zo lekker om niet zoveel in de maag. Dan lekker glaasje wijn. Ja, dan ben je wel zweverig op gegeven. Ja, heerlijk. Ja, dat ken ik, ja. Ja, dat ken je wel, ja. Dat ken ik wel. Leek me niet verzanderd nu. Heerlijk. Dank u wel. Boerenkeek erbij. Je wist niet dat Groenloos zo leuk was eigenlijk. Nee, dat is zo. Gelderse landwijn uit de Achterhoek. Dat is de druiven die hier groeien. Het is echt een druif die het heel goed doet hier in Nederland. En dan ga ik eens even lekker van genieten. Vol in de suiker. Ja, vol in de suiker. Ja. Lever als God in de Achterhoek. Zo'n lekker zonnetje is nog helemaal goed gekomen vandaag. We begonnen natuurlijk bij de molenaar, bij de Malmse molen. En lekker een paar wijntjes gedronken hier in de Achterhoek. Wat willen mensen nog meer? Het is wel het einde van het seizoen van Groeten uit Gelderland. En ik hoop dat u net zo genoten hebt van onze prachtige provincie. Net zo genoten hebt als ik. En ik voel me best lekker, maar dat kan komen door het zonlicht. Door de prachtige provincie of door dat glaasje witte wijn. Dat zoeken we zelf maar uit. Ik hoop tot de volgende keer. Oef, misschien toch wel de wijn. Zo, het is net of je Italië of Frankrijk bent. Je hoeft hier gewoon niet meer weg. Nee, Bas, je hoeft hier nooit meer weg. Lekker. Zomer in Gelderland. Heerlijk.